Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sessie Delft en vandaag even wat speciaals. We hebben een pakketje gekregen hier ook. Het lijkt echt op helemaal niks. We hebben hier een pakketje gekregen. En dit is ons verstuurd door Antlion Audio. Dus we gaan even kijken wat het allemaal is. Ik weet wat het is. Ik moet niet liegen. Ik weet wat het is, want het is mij gemaild. Maar het is wel iets heel handigs. Het is een microfoon. Het is de ModMic 4.0. Ik ga hem proberen te openen. Je mishandelt het gewoon. Ik mishandelt het je. Holy crap. We hebben hier Antlion Audio. Keep your headphones at a mod mic. Wat hier dus heel handig aan is aan deze microfoon. Hij kost volgens mij 50 euro deze microfoon. Is nog best wel duur. Dit is gewoon een headset microfoon. Alleen er zit geen headset bij. Hoe kan dat nou? Nou, dat komt dus omdat dit gewoon een microfoon is die je op elke headset kan doen. En dat is best wel handig, want ik heb ook een headset zonder microfoon. En dan kan je... At all times kan je die shit erop zetten. Heel mooi dit. Ja, het ziet er echt mooi uit. Oh man. Het ziet er heel premium uit hier. Antlion staat erop. Nou, ik ga gewoon kijken meteen. Dan ga ik gewoon kijken naar de microfoon. Het is echt zo'n bolletjes microfoon. Wow. Maar het ziet er echt heel cool uit. Heel, hele lange bedrading zie ik al. Ik zie inderdaad dat dit hier de microfoon is. Je kan hem heel makkelijk dus meenemen via dit. Dat is ook wel heel handig. Even het bolletje eruit. Maar ja, dit zit nog allemaal vast hier. En er zit een mute knop bij, zo te zien. Even deze hier doorheen. Hier hebben we hem dan. Zoals je ziet, dit is gewoon een microfoon. En die heeft een clipsysteem, wat wel heel handig is. Ik weet niet precies hoe dat clipsysteem voor nu werkt, maar dat zullen we zo wel zien. Heeft best lang draad, zoals je ziet. Ja. En dit is echt gewoon de rode microfoon aansluiting die je kan gebruiken. Dit kan je de rode doen. En dan kan je zeg maar je headset gewoon nog in de groene doen. Dus dat is allemaal prima voor je computer. Maar soms heb je bijvoorbeeld een PlayStation waar je dit op wil doen. En dan heb je maar één aansluiting in je controller bijvoorbeeld. Dat is niet alles dus. Want we hebben ook dit gekregen. En Larissa herkent dat heel erg. En die denkt, ja, nou. Dit is een headphone en mic jack naar USB. Antlion die maakt die ook. Het is een USB 2.0 versie. Oftewel, hier kun je gewoon je hoofdtelefoon kabeltje erin doen. En die van die microfoon klik je gewoon aan elkaar. En dan doe je hem als USB doen gewoon in je computer. En je hebt gewoon ineens een headset met een microfoon. En met gewoon je geluid natuurlijk. Dat is handig. Dan hebben we nog iets. Ja, we hebben nog iets. En dat is, en dit is heel handig, ik weet niet of je het kan zien, hier heb je ook weer twee aansluitingen. Je hebt weer de microfoon aansluiting en je hebt natuurlijk weer de headset aansluiting. Maar deze, waar gaat die naartoe denk je? Kan Larissa raden? USB? Die hebben we net toch al gehad. Oh, HDMI. Deze gaat naar eentje. Wow. Dus dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld in je PlayStation controller kan doen. En dan kan je gewoon praten. Deze gaat gewoon van 2 naar 1. Dat is gewoon zo'n all-in-one ding. Super handig, dan maak je er gewoon één van. Dus dat is ook heel nice. Zo, dus we hebben alles een beetje opgezet. We moesten die alcohol gebruiken om hier te gaan rubben. We moesten hier eventjes een vlak plat maken. Dan moesten we een van die magneetjes, die moesten we hier dan opdoen. En dan kan je hem zo met een ander magneetje, dat ga je zo ook een beetje zien. Zie je dat? Dat is gewoon een magneetje. En met dat magneetje kan je gewoon heel makkelijk, nou ja, je microfoon hier aansluiten. Dan moet het wel op een plat vlak. Deze Razer die heeft maar een klein plat vlak in het midden. Maar de microfoon zit wel gewoon goed erbij. Nou is ook echt, de kabel van de ModMic is een stuk langer dan mijn headset kabel. Dus we moesten hem eventjes wat verkleinen zo. En we gaan de USB proberen van mijn computer. Dus ik heb nu in de USB van de computer gezet. En we gaan nu even proberen hoe dit geluid allemaal klinkt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus we gaan van dat geluid, gaan we dan naar dat geluid daar. Want ik ga het opnemen. En dan gaan we kijken hoe dat klinkt. Ik ben Sander. Hi. Je kijkt naar Spooky 1611. Spoep, poep, 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 poep. Ja, nee, ik denk dat het wel goed klinkt. Ik denk dat hij heel cool klinkt. Ja, ba 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 ba. Ik zing een liedje voor jou, want Larissa is mevrouw. La 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 la.
Ik vind ook dat hij niet mee goed opneemt, dus dat is ook goed. Nu heb ik hem in de PlayStation gedaan, want we gaan even testen of het werkt op de PlayStation. We hebben nu die andere converterblok opgezet, deze. Dus ja, ik heb nog steeds gewoon een Razer Kraken die eigenlijk geen microfoon hebt. Maar nu hebben we hier dus wel een microfoon. En we gaan dus kijken of hij die microfoon dan ook gewoon oppakt als we hem in de controller stoppen. Want we hebben hem dus nu in de wireless controller. Ik hoor geluid, sowieso, dus dat werkt sowieso nog door dit blok. Maar we moeten dus eventjes gaan naar de devices hier. En dan gaan we dus even kijken bij audio devices. En als we hier dus een microphone level hebben, dan weten we 100% zeker dat ook de microfoon gewoon opgepakt wordt. En dat je dit ook voor je PlayStation zou kunnen gebruiken. Want dat is super handig. Gewoon even zo'n, hoe noem je dit eigenlijk? Een plug-and-play microfoon die je voor elke headphone kan gebruiken. Hallo! Wow. Oké, die staat best hoog. So do you. Eventjes iets lager. En pak gewoon de microfoon dus op. En je kan dus zelfs hier gewoon deze in je controller steken. En met hier dan heb je gewoon een dubbele support. Dus ik heb nu ineens een microfoon. Ik kan nu mensen gaan uitschelden online. Terwijl ik hier lekker met mijn controllertje op mijn bed lig naar de PlayStation te gamen. Heel mooi apparaat deze ModMic. Echt waar. Het is dus de ModMic 4.0 van Endline Audio. Ze hebben me helemaal niet eens gevraagd om hier een review van te doen. Ze mailden me gewoon en zeiden van mogen we er een opsturen. Ik ben altijd heel transparant naar jullie. En ze zeiden ook van, je hoeft er helemaal niks mee te doen. Maar ik raakte heel enthousiast. Ik raakte gewoon zo enthousiast dat ik hem wel uitproberen. En we hebben hem dus uitgeprobeerd. Ja, nou ja. Als je hier dus naar zocht. Als je naar zoiets zocht. Want eigenlijk, ja. Ik denk ook nooit aan, weet je wel. Ik dacht altijd, ja. Ik heb een Razer Kraken, maar die heeft geen microfoon. Klaar. Ik moet nog een headset erbij kopen. Maar je kon ook gewoon een microfoon bij je Razer Kraken kopen. Want ik heb gewoon letterlijk een nieuwe headset gekocht voor een microfoon. Dus ik voel me echt heel dom. Ik ben een beetje een dom persoon zo. Maar dus nu hebben we gewoon een microfoon aan de Razer Kraken vastzitten. De vraag is nog wel, hoe makkelijk krijg je dit er weer vanaf? Want hier zit dus ook een... dat apparaatje, dat zit hier nu gewoon... Maar je hebt hier ook nog een paar extra om dingen vast te maken aan andere headphones. We hebben hier nog een extra magneetje, dus je zou als het ware dat magneetje hierop kunnen laten. En hem gewoon ook bij een andere headphone dit magneetje erop zetten. En dan klik je hem er hier af. En dan klik je hem op een andere headphone. Dat is de bedoeling. Klik je hem erop. Wat zei je? Dat is de bedoeling. Ja, want die magneet gaat er niet meer af, hè? Nee. Nee, die magneet die blijft er voor altijd op. Maar ja, wat als je nog meer headphones hebt? Dan kom je toch met een probleem. Of je zou die extra klikjes moeten kunnen kopen bij hun. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Nou ja, dit was mijn impressievideo. Dit is dus $50 deze microfoon. Nog best duur voor een microfoon only. Maar hij klinkt gewoon veel beter dan bijvoorbeeld mijn Razer Tiamat. En die headset kostte €250 toen de tijd. En die heeft echt een kut microfoon. Dit is echt een goede microfoon. Dus als je niet zo'n mooie microfoon wil, zo'n heel grote condensatormicrofoon. En je wil gewoon zo'n microfoontje houden. Deze is echt best wel heel erg stoer. Bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. En tot de volgende keer. Doei doei! Drie, twee, één.